Wij willen middels een muzikaal programma, maar ook eigenlijk met inhoud over dat mijnverleden, hebben we gemeend om Huub Kintze, een vervent inwoner van de wijk, die wat historische archieven erop naslaat, willen wij eigenlijk een tweetal lezingen laten houden. Enerzijds over een mijnverleden, anderzijds over de wijk op zich. En daar komen ook fotobeelden, films komen daar in naar voren toe die wat getoond gaan worden aan de mensen in het volkshuis. De wijn zinkt langs in Korreveld, een bergske dat zinkt met. Dex is het juist alsof ik weer in het oud kapelke zit. Wou mijn moeder mij geleerd en om te leven. Wie het leven dat altijd van mij verlangt. Ook al kent ze niet, een liefde niet meer kent. Het muzikale stuk dat zal ook door onze geleense troubadour en eigenlijk afkomstig van Lindeneuvel, Jan Ridderbeeks, worden ingevuld. Hij zal daar de mensen ook meenemen met enerzijds Limburgse troubadoursliedjes, maar anderzijds ook mijnwerkersliedjes. Dus we hopen dat voor iedereen op die middag genoeg vertier is. Wij wonen in een mijnwerkersbuurt. Lindeneuvel is groot geworden door de staatsmijn Maurits. En heel veel koempels hebben hier hun jeugd doorgebracht. Maar die hebben ook dat gebracht wat de wijk nu is geworden. Het is natuurlijk al heel wat jaren geleden dat die mijn dicht is. Maar buiten dat die mijn dicht is, wonen hier nog mensen die wat die hele oorsprong vanaf het begin hebben meegemaakt. En je ziet dat een kracht van een samenleving eigenlijk begonnen is in een wijk door solidariteit, door koempelgevoel. En er is een jaar van de mijnen, 2015, waarin is bedoeld om iedere wijk die wat een mijnwerkersverleden heeft, haar identiteit te laten bepalen. Nou, en met onze voorzitter van de Stichting Culturele Feesten hebben we rond de feestdagen vorig jaar gemeend om ook op Lindeneuvel, de grootste wijk van de gemeente Sittard-Geleen, iets in leven te gaan brengen. En als we nou rondkijken en we zien hoeveel mensen tot hier vandaag aanwezig zijn, dat we tegen de 200 mensen bij elkaar krijgen die wat het gevoel van solidariteit, het gevoel van koempel, toch nog een keer willen benadrukken. We hebben dat samen met de Heemkundevereniging en met de domeinen van Sittard op touw kunnen zetten. Natuurlijk ook bijdragers van onze buren in de vorm van het Fonds voor Sociale Instellingen, de gemeente Sittard-Geleen. Nou, denk ik dat wij een heel goed doel hebben bereikt. Ik ga met Huub ergens naartoe lopen en Huub gaat mij, ik ga hem even helpen. Huub, blijf recht voor je. Ja, geef me die rechterhand. Hij gaat nou iets onthullen. Mensen, dit is het project van Huub. En nee, 2-3 van het Volkshoes af. Staat er midden in de tuin. En gelijk op het gemeentehoes, er staat er ook. Dit schilderie zal voor ons altijd in de wijk blijven. En Tini met haar club, maar vooral Huub, bieden dit aan de Stichting Culturele Feesten. En we hebben het een warmplaatsje weten te geven, strak, in onze kerk, onze lieve vrouw van altijd durende bijstand. Dit blijft bij ons. Huub, dankjewel.